mensen thuis voor de buis en welkom bij een nieuwe aflevering van het Gouden Eeuwjournaal. We zijn vandaag bij onze goede vriend Cornelis de Graaf. Hallo Cornelis, wat doe je zoal vandaag? Nou, ik verdien geld met handel en vaarveel. Dus je bent een rijk man? Ja, enorm. Ik ben een grote handelaar in Amsterdam. Nou, dat is een fijn leven. We gaan weer verder met jou, Jack. Het Gouden Journaal. Ik heb hier naast me staan de visser Jan. Hij gaat ons wat vertellen over wat er gebeurt met de polders en waarom en wat er in zijn hoofd rondgaat. Ze hebben al het water. Er kwamen twee grote mannen op een dag. En die hebben gewoon al het water weggepompt en al onze vissen weggehaald. En die hebben gewoon polders neergelegd voor akkers. En dan kunnen wij geen geld meer verdienen of eten uit het meer halen. Vreselijk. Ik snap het helemaal. Ik ga u nu even wat laten zien over de Beemstermeer. U zit hier Beemstermeer. Dit wordt nu allemaal polder en dus geen vis meer voor visser Jan. Dank u wel voor het kijken naar het Gouden Journaal. Dag! Hallo, ik ben Piet Hendricks van het Gouden Eeuwjournaal. Vandaag is de trekschuit uitgevonden, genaamd het openbaar vervoer. Je kan er mensen in vervoeren door alle Nederlandse wateren. Het wordt getrokken door paarden. In zo'n trekschuit ziet het er ongeveer zo uit. Bankjes aan de zijkant waar mensen op zaten te slapen. En op de grond lagen ook wat manden, fruit en groenten die weer werden vervoerd. Nu gaan we een tevreden klant interviewen. Meneer, wat vond u van de reis? Nou, het was zeer comfortabel. Oké, nu terug naar jou in de studio. Hallo mensen, hier is het Gouden Eeuwjournaal, 32 januari. U spreekt met Jaap Uybrecht. Hier krijgt u Pim Tossen. Hallo mensen, ik sta hier in de haven van Amsterdam en het stroomt helemaal vol met mensen. En het is wel toe aan uitbreiding. Dus ja, dat is nieuws. Amsterdam gaat uitbreiden, want er komen te veel mensen naar binnen door de dingen. Ja, ze komen allemaal naar de haven. Bakhuizen zijn vol. Dus ja, de stad moet groeien. En dit was het nieuws. Tot volgende keer weer. Alligator. Hallo, ik ben Fleur Kiliaan. En ik Lieslotte Kouwenhoven. Vandaag zijn we in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hoera, er is weer Hollandse nieuwe. De Hollanders hebben weer haring gebracht naar Polen en de rest van Europa. We hebben niet over de haring die je in de grond steekt voor je tent. Maar over de gezonde visjes. In de 17e eeuw eet heel Europa Hollandse haring. De vissers varen met speciale haringbuizen. Dat zijn hun schepen. De haring wordt naar Polen gebracht als terugbetaling voor het Poolse graan. Het graan hebben we nodig voor ons brood. De Polen vinden het blijkbaar ook heel lekker. Dit was ons verslag over, het haringvervoer naar Polen. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben Luc. Welkom bij het Gouden Eeuwjournaal van 28 januari 1668. Jacob had het alleen recht in Amsterdam om als enige persoon van Amsterdam gloops en kaarten te maken. Die maakte die voor de mensen die vaarden. Hallo, vandaag gaan we wat vertellen over Michiel de Ruiter. In het rampjaar 1672 won hij een zeeslag van de landen Engeland, Frankrijk en Duitsland. Hierdoor wordt hij een zeeheld en daardoor horen wij niet meer bij Frankrijk. Hij ontving daardoor een onderscheiding van de koning van Frankrijk. Achter ons ziet u een foto van een schilderij van Michiel de Ruiter en zijn onderscheiding. We mogen Michiel de Ruiter dankbaar zijn dat hij Nederland heeft gered. Bedankt voor het kijken naar het journaal. We hopen u snel te zien in de film van Michiel de Ruiter. Hallo. Hallo, mijn naam is Sjoerd Gijzen en ik sta hier in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ik ga jullie wat vertellen over Martin Lop. Martin Lop is een arme jongen die op de VOC werkte als scheepsjongen. Maar omdat zijn kapitein overleed, had hij de kans om ook kapitein te worden. En dat lukte hem ook. Dus toen werd hij kapitein. Dit was Sjoerd Gijzen in Amsterdam. Hallo dames en heren en welkom bij het 8 uur journaal van NOS. En vandaag ben ik in Amsterdam in het Scheepvaartmuseum om iets uit te leggen over de WIC.
de West-Indische Compagnie. De West-Indische Compagnie voerde handel in Amsterdam, Afrika en Suriname. Van Amsterdam namen ze jenever en wapens mee naar Afrika en die verkochten ze daar weer. Van Afrika namen ze slaven mee naar Suriname en die verkochten ze daar weer. Van Suriname namen ze het suiker weer terug mee naar Amsterdam. Zo hadden ze 3 keer winst. Bedankt voor uw aandacht, dames en heren. Dit was het journaal.